Goeiedag. Mocht u deze week ons dagjournaal gemist hebben, dan is hier het weekoverzicht van de afgelopen week met de belangrijkste gebeurtenissen van dag tot dag op Regio TV Info Thuis. Park Vreugde en Rust in Voorburg wordt grotendeels hersteld naar de situatie van vroeger en aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers en natuur. Het park is een rijksmonument, ontworpen door de landschapsarchitect Soger. Hij ontwierp het park tussen 1837 en 1852 rondom het zomerhuis Vreugd en Rust. In 1916 is er een plattegrond gemaakt van het park, zoals het er op dat moment uitzag. Dat is het uitgangspunt geweest voor het restauratieplan waar het college mee heeft ingestemd. Samen met de stichting Mooi Voorburg en de inbreng van inwoners en ondernemers is er een restauratieplan opgesteld. Zo komen de mooie ideeën over grillige paden, slingervormige vijvers en zichtlijnen weer terug. Hierdoor en ook door het beter toegankelijk maken van de hertenweide en het opknappen van de speeltuinen wordt de beleving en recreatiemogelijkheid van het park versterkt, aldus wethouder Belt. Omdat Park Vreugd en Rust een rijksmonument is, kunnen wijzigingen aan het park niet zonder vergunning uitgevoerd worden. De werkzaamheden lopen door tot in 2024. Er rijden nu toegankelijke trams in Den Haag, in het Zeehandenkwartier, Duinoord en het Statenkwartier. Hierbij kunnen reizigers met een rolstoel of scootmobiel ook in deze wijk op de tram stappen. Ook voor blinde en slechtziende mensen is het gemakkelijker om met de gelijkvloerse trams te reizen. Om reizigers met een beperking vertrouwd te maken met het openbaar vervoer, organiseert de Belangenorganisatie voor Hagenaars met een Beperking vooral gratis begeleiding op de ritten. Dit is om reizigers met een beperking bekend te maken met zelfstandig reizen. Er wordt een coach ingezet waarmee maximaal 3 begeleidingsritten met de tram worden gemaakt. Tijdens de ritten leert de coach de handigheidjes die belangrijk zijn bij het reizen. Bijvoorbeeld bij welke deur je het beste kunt uitstappen, hoe je de rolstoel of rollator in het voertuig neerzet, waar je het beste kunt zitten als je blind of slechtziend bent en welke informatie je standaard via de luidsprekers hoort. Het is een project van Vooral en de HTM. Het strand van Wassenaar is bij de schoonste strand van Nederland verkiezing op de eerste plek in Zuid-Holland geëindigd. Deze verkiezing kijkt onder meer naar hoeveel zwerfafval er ligt langs de kust. Wethouder Koetsier nam de prijs voor Wassenaar in ontvangst. De inspecties naar zwerfafval worden door Strand Nederland uitgevoerd bij de strandopgangen, parkeerterreinen en de looproute naar het strand. Dat gebeurt al sinds 2003. Alle locaties worden 3 maal bezocht. Ook de directe omgeving van de strandpaviljoens wordt onderworpen aan onderzoek. En daarnaast worden alle stukken vuil geteld op een stuk strand van 90 vierkante meter. Wassenaar is trots op de prijs en complimenteert de mensen van onderhoud en openbare ruimte van de gemeente die het strand schoonhouden. Wassenaar behaalde de maximale score van 4 sterren die stranden kunnen krijgen. De strandverkiezingen worden georganiseerd door Strand Nederland en Rijkswaterstaat. Arnoud van Dobbelen wordt de nieuwe zakelijk directeur van het Mauritshuis in Den Haag. Hij neemt dan de taken over van Imke Vrijters, die deze functie als interim vervulde. Van Dobbelen heeft de rol van zakelijk directeur bij verschillende bedrijven en organisaties vervuld. Onder meer bij de World Press Photo Foundation, What Design Can Do en Veronica Publishing. Sinds 2010 runt hij een eigen adviespraktijk voor interim management, strategisch advies en coaching. Culturele projecten waren hem bekend via Museum Jan in Amstelveen, waar hij voorzitter van de Raad van Toezicht is. Hij studeerde bedrijfseconomie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Ila Kazem, voorzitter van de Raad van Toezicht van het Mauritshuis, is verheugd met de komst van Arnoud van Dobbelen vanwege zijn ervaring in soortgelijke rollen in het bedrijfsleven en de semi-publieke sector. Bij een autobedrijf aan de Fruitweg in Den Haag is een grote explosie geweest. Als gevolg daarvan is een deel van de gevel eruit geslagen. Een bedrijfsdeur aan de zijkant van het gebouw is naar buiten geblazen. De explosie vond plaats rond 3 uur in de nacht van donderdag op vrijdag. Ook straatmeubilair en auto's die in de buurt stonden zijn beschadigd.
De politie doet onderzoek naar de explosie. In dezelfde nacht vonden ook explosies plaats in Rotterdam en Nieuwegein. Bij geen van deze explosies vielen gewonden. In Rotterdam stond op de muur van het getroffen pand het woord betalen gekalkt. Het is niet duidelijk of er een verband is tussen de explosies. En tot zover het weekoverzicht van Regio Nieuws TV. Heeft u nieuws te melden? Mail dat naar onze redactie. Dat kan naar info@regionieuws.tv of via WhatsApp naar 06 1970 2510. En kijkt u via YouTube? Vergeet u dan niet u te abonneren. Dank voor uw aandacht, een fijn weekeinde en blijf vooral gezond.